Dan gaat de molen aan. Laten de steen een beetje opkomen. Als ik zie hoe hij in de afgelopen weken de zaken oppakt, dan heb ik het volste vertrouwen erin dat je bedrijf goed gaat runnen. Ja, nog een beetje erbij. Het zal ook echt nog wel even duren voordat ik net zoveel kennis heb als zij dat hebben. Maar gelukkig blijven ze ook in de buurt hangen om even advies te vragen. Dus dat is heel fijn. Voor ons is altijd heel belangrijk geweest, voor mevrouw en mij, dat we het bedrijf hier op locatie kunnen handhaven. Dat en de winkel en het museum en de productie in Doesburg blijven. Ja, zie, nou wordt het wat. Contact wat je met klanten hebt, maar ook wat je hier inderdaad in het museum hebt. Dat vind ik heel mooi, om die connectie met de mensen te hebben. Maar daarnaast blijf ik wel echt een voedingsmiddelentechnoloog, die ook wel de producten heel interessant vindt. Je weet verstandelijk geredeneerd dat het goed is dat het nu zover gekomen is. Maar gevoelsmatig is het natuurlijk toch wel een dingetje. Het is echt een familiebedrijf en valt het afscheid toch wel wat zwaar, denk ik. Hij weet veel, maar nog niet alles. Nee. Het recept blijft hier tot het moment dat de feitelijke overdracht daar is. En pas dan gaat het recept ook mee over. Geheim, ja. Dat gaan we ook geheim houden.